Lieve mensen, welkom terug bij een nieuwe video. En vandaag gaan we beginnen met een gloednieuwe serie. Voordat we verder gaan, moet ik even iets vermelden. En dat is waarschijnlijk wat jullie al hebben gemerkt. En dat is dat de camera nu anders is. Ik heb namelijk nu niet mijn camera die ik normaal gesproken gebruik. Dus vandaar dat ik even moet improviseren en deze camera voor deze ene keer gebruik. Maar we gaan verder met een nieuwe serie. En zoals jullie waarschijnlijk al aan de titel kunnen zien, is het een titel genaamd Bondscoach Bloem. Nou, dat kan maar één ding betekenen. Dat is dat we een FIFA-teampje gaan bouwen. Puur gericht op Nederlandse spelers. Kortom, we gaan een heel fut team bouwen met alleen maar Nederlandse spelers. En daar zit natuurlijk een kleine twist aan, want het kan natuurlijk niet zo makkelijk gaan. We gaan per aflevering 3 potjes spelen. En per potje dat ik win, mag ik een upgrade doen. De upgrades zijn als volgt. Ik kan van een bronzen speler een upgrade doen naar een zilveren speler. En een zilveren speler naar een gouden speler. En een gouden speler naar een zeldzame speler. En dat betekent dus, dat kan zijn een inform, een once to watch of iets anders. En de laatste upgrade is naar een icon toe. Als we alle drie de potjes winnen, krijgen we als bonus een extra upgrade. En dat is dus dat we een vierde speler mogen upgraden. Uiteraard heeft het ook te maken met het geld dat we hebben op dat moment en welke spelers we op dat moment kunnen halen. Dus we hebben genoeg gepraat, laten we maar gewoon beginnen met de video. En laten we kijken hoe we ons starterteam kunnen maken van Bondscoach Bloem. Daar gaan we, dames en heren. We gaan het starterpakket kiezen en uiteraard kiezen we voor het Nederlandse starterpakket. Want we hebben alleen maar Nederlandse spelers nodig. Oei, oei, wie krijgen we uit ons eerste pakje? Het is Sven Botman is de allereerste speler in onze club. Sven Botman. Hé, hey, we hebben ook Xavi Simons. Dat is best baas. Paris, wie Paris. We hebben Vincent Jansen. En we hebben Joey Veerman. Ik kan bijna zeggen Henkie Veerman. We hebben Joey Veerman. Op zich, Veerman is een prima spelertje. Simons en Veerman moeten het middenveld gaan domineren. En Ricky van Wolfswinkel moet samen met Vincent Jansen de goaltjes gaan maken. Dus ja, op zich is het wel een leuk starterteam. Dan hebben we een klein probleem, want we moeten natuurlijk wel een Nederlandse leenspeler proberen te krijgen. We pakken dan maar Courtois als leenspeler, omdat België natuurlijk onze zuiderburen zijn. En het dichtste bij waar Nederland dan maar komt. Oei, 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 tenutje kiezen. Ja, we hebben eigenlijk alleen Vitesse die iets van Nederlands heeft. Dus we pakken maar gewoon het thuistenu van Vitesse. En het uitenu hebben we niks van Nederland. Dus dan pakken we maar, pak maar City. Ah, het is een gloednieuw account, dus we hebben ook geen packs van voorgaande FIFA's die we hier hebben gekregen. Kortom, we beginnen op nul en het is echt van nul af aan beginnen. Dit is de enige manier waarop we een volledig Nederlands basisteam op dit moment mee kunnen spelen. En ja, dan hebben we een spits hier op linksback, een CVM op rechtsback. Dus we hebben de buitenkanten moeten we als eerst gaan upgraden, want die hebben we nog totaal niet. Kijk, doelstellingen zijn natuurlijk wel een belangrijk ding in deze serie, want hier kunnen we natuurlijk gemakkelijk munten en packs mee krijgen en die gaan we zeker nodig hebben. We hebben dus nu al door doelstellingen 600 muntjes gekregen. Nou ja, dat klinkt eigenlijk niet veel. Maar eventueel als we een potje winnen, kunnen we dus daar wel iemand voor halen. We hebben ook een paar packs. En het is zo dat de spelers die wij aan packen, de niet-Nederlandse spelers mogen wij verkopen. En dat geld kunnen we dus gebruiken voor een eventuele upgrade. Maar als we een Nederlandse speler packen, mogen we deze wel meteen erin zetten. Dus wellicht dat ook bijvoorbeeld een zilveren packje, ja, prima kan zijn. En we packen een Nederlandse speler. Het is Jorrit Hendrik. Wat is er met zijn voorhoofd gebeurd? Zijn haarlijn is helemaal naar achter geschoven. Hij had eerst trouwens helemaal geen haarlijn. Hij is haar. Jorrit. Maar we packen dus meteen Jorrit Hendrik. En die kan dus in de basis. Heerlijk. Er zit dus maar één ding op en dat is dus potjes spelen. We gaan dus nu 3 potjes spelen en kijken of we daar 3 keer uit kunnen winnen. Zodat we een paar mooie upgrades kunnen maken. Uiteraard gaat onze Jorrit erin. En dat is dus de eerste upgrade die we zomaar hebben kunnen maken. Dat we gewoon in Nederlandse spelen pakken. Dat is wel heel lekker. Ik wil zeggen, daar gaan we. Het eerste potje, maar het duurt toch aardig lang. Komt denk ik omdat er niemand meer in. Oh, we hebben tegenstander. Ik wil zeggen dat er niemand meer in divisie 10 zit. We beginnen dus ook, ja, in divisie 10 natuurlijk.
Dit is gelukkig ook maar een beetje een starter team. Hij heeft wel al trouw, Ray. Een nieuwe club is geboren. Een nieuwe club is geboren. El Siert. Oh, de instellingen van de camera zijn helemaal niet goed. Dus dat moeten we even daar meteen aan aanpassen. Nou, Jansen. Jansen, leg hem af. En het is 1-0. Het is 1-0. Heerlijk hoor. Kunnen we meteen even de instellingen goed zetten. Maar het is 1-0. Heerlijk. Vincent Jansen stoomt door en legt hem af op Ricky van Wolfswinkel. Lekkere steekpaas. Oei, 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 oei. Oh, hij daar was hij wel even weg. Steekpaas tussendoor en hij was helemaal weg. Ricky van Wolfswinkel en onze grote vriend Vincent Jansen. En het ruimt op de vleugel. Oei, 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 counter. Hij schiet. Het is 1-1. Het is 1-1. Bamford. Oei, oei, oei. Oh, ik wou stappen voor buitenspel. Wat een keeper. Wat een redding. Heerlijk. Nou, we moeten deze pot wel winnen. Dan kunnen we een upgrade maken. Maar als we überhaupt het geld hebben. Doe je goed, jongen. Vincent Jansen. Boom. Oh, ik dacht dat hij zat. Oh, Jorrit het bos in. Jorrit het bos in. Jorrit het bos in. En het is 2-1. Het lastige is natuurlijk, als we geen potjes winnen, dan kunnen we ook geen upgrade maken. Dan is het... Oh, dan gaat Traoré weer. Hij rent gewoon door heel mijn verdediging heen. Dan gaan we de rust in. 2-1 achterstand bij rust. Zonde. Ik denk dat als we een upgrade moeten gaan doen, als we potjes winnen, dan moeten we meteen naar een gouden upgrade gaan. Want we hebben wat spelers nodig die het verschil kunnen maken. Maar die Adama is niet te stoppen. Nooit, 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 nooit. Heerlijk. 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 Oh, heerlijk. 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 Vincent Jansen. 2-2. Kom aan, boys. We moeten deze winnen. Oh, bijna weer Vincent Jansen. Ah, jongen, het verovert daar de balletjes wel lekker, hoor. Oh, ja. Het duo Ricky van Wolfswinkel en Vincent Jansen. Niet te stoppen. Daar gaat hij. Van der Gaag. Ja, die kan natuurlijk niet schieten. Oh, oh, oh. Ja, je kunt wel hard schieten. Heerlijk. Och, van Wolfswinkel. En die stoomt door. Geef de voorzetje. Jansen, oh Jansen. Wat een reactie van die doelman. Nee. Schiet kans. Botman. Wat doe je me aan? Botman, wat doe je me aan? Ah, ik ga tijd rekken, triest. Ah, nou is het klaar. Schot verheiden, de bal ook zo matig weg. 3-2 en we verliezen het eerste potje. Ah, we mogen dus geen upgrade maken. Wat zuur zeg. We gaan meteen door met het tweede potje. We moeten winnen. We moeten minimaal 1 keer winnen, dan kunnen we tenminste 1 upgradeje maken. Hij heeft wel alleen spelen Pogba, maar verder valt het wel mee. Hallo allemaal. En welkom op deze. Kijk, de vorige had gewoon 2 snelle spelers voorin. Ja, dan is het bij mij. Dan is het klaar. Voor het commentaar. Kom aan, mannen. Luistert u vandaag. Ja, ja, ja. Dank u schön, zeggen we dan. Dank u wel. Vincent Jansen, cadeautje. Kerst is vroeg vandaag. Haas is te hard. Oh ja, kijk, daar liggen zoveel kansen. Niet buitenspel, toch? De bal weer afgepakt. Geen buitenspel. En dan is Vincent Jansen weer door. En hij schiet de 2-0 binnen. Wat een monster. Oh, Verheijden of hoe die ook heet. Wat een tackle. Nee. Nee, oh. Wat een tackle van die speler. Ik weet geen hoe die heet. Het scheelt maar een paar centimeter. En nu counteren met Vincent Jansen en Van Wolfswinkel. Oh, die bal moet schreeuwen. Nu dan. Jansen. Jansen, het is weer Jansen. Het is een hat-trick van Jansen. En het is een rage quit. Een hat-trick van Vincent Jansen. Het is een rage quit. Heerlijk.
Ja, 9,9, het trickje van Vincent Janssen in een kwartier tijd. Daar doe je het voor. En de eerste overwinning van Bondscoach Bloem is een feit. Dat betekent dat we één upgrade mogen maken, maar ik denk dat we daar even mee gaan wachten. En dat we, als we hopelijk het volgende potje ook winnen, dat we bijvoorbeeld een bronzen speler naar een gouden speler kunnen maken. Dus laten we maar gewoon het laatste potje spelen van deze aflevering. En hopelijk dat we deze ook kunnen winnen. Oei, zit je in divisie 10 en dan krijg je zo'n team tegen, ja. Dit wordt een hele zware pot. Hartelijk welkom. Division rivals. Oh, Vincent Jans, die wel correct heeft toch. Ja, ik ben heel benieuwd naar deze. Doorgebroken met de bal. Gescoord in een leeg doel. Oei, ja, wat is dit voor team? De stand is 1-0. Ter Heide tegen Sam Maxime, ja. Daar is geen kaasje. Oei, Ter Heide, come on. Hij probeert naar binnen te komen. Nee. Oh, heerlijk. Jalving van Heracles volgens mij. Oh, Jalving. Ter Heide, laat maar even zien wat je kan. Oh, een klein kapje. Vincent Janssen. Oh. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Oh, goed verdedigd. Vincent Janssen. Oh, maar hij is natuurlijk links. Ik dacht even dat hij rechts was. Vervolgens viel de camera uit, maar we blijven op wonderbaarlijke wijze op 1-0 achterstand. Hier vlak voor rust krijgen we een grote kans tegen. Maar we gaan dus met de rust in met een 1-0 achterstand. En dan in de tweede helft denderen hun er eigenlijk gewoon overheen. Ze komen hier door met die Moerner. Hij kapt en schiet de 2-0 binnen. En even later, 10 minuten voor tijd. Oh, nu is het 3-0. Van verre afstand schiet hij hem onderkant lat binnen. Hij schiet zijn hattrick binnen. En zoals je hier kan zien, is hij net over de doellijn. De doeltechnologie wordt toegepast. Maar helaas voor ons is het een doelpunt voor de tegenpartij. En is het dus 3-0. En dat is dan ook het einde van de wedstrijd. We verliezen dus met 3-0. En kunnen dus geen extra upgrade doen. We kunnen dus uiteindelijk één upgrade maken. En dat zou uiteindelijk Donjan Malen worden. Die halen we hier voor 850 muntjes. En die wisselen we in voor Ricky van Wolfswinkel. Zijn taak zit erop. En Malen is dus de nieuwe spits die wij gaan gebruiken in ons team. Dan sluit ik bij deze ook de video af. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Geef even een blauw duimpje als je deze serie tof vindt. En er komen zeker nog super veel afleveringen aan. Dus laat ik even in de reacties weten welke upgrades ik eventueel moet maken, zodat ik dat sowieso weet voor de volgende aflevering. En vergeet niet even te abonneren. We moeten nog even deze maand pushen naar die 200 abonnees. Dus eventueel deel met je vrienden. En vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik je dan wel weer terug bij een nieuwe video. Ciao!